Okay, ik ben Ronnie van Inter. Ik ben sinds enkele jaren hier voorzitter bij onze fietscrossclub van Os, FCC Os. Een aantal jaren, vijf geleden, is mijn zoon begonnen met fietscross. Ik ben aansluitend op zijn verzoek ook mee gaan fietsen. En een aantal jaren geleden heb ik het voorzitterschap hierover mogen nemen van fanatieke voorganger. Fietscross is een BMX sport. Is oorspronkelijk overkomen wij vanuit Amerika. Op een afgesloten terrein, ook op een afgesloten baan. Je legt een parcours af met een startheuvel van enkele meters hoog. En dan probeer je zo snel mogelijk de baan af te leggen met acht man tegelijk. Vanavond zie je weer een training op de achtergrond die bezig is van de eerste groep momenteel. Wij trainen meestal in drie groepen op dinsdag. De eerste groep dat zijn de opstappers, dat zijn mensen die nieuw zijn, een keer willen komen proberen. De tweede groep is dan in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar die al wat langer rijden. En dan hebben we groep 2 van 8 tot 9 en dat varieert in de leeftijd van 12 tot 50 plus jaar. Ik vind het zo leuk omdat het omdat je zoveel bekers kan winnen. Dat vind ik ook heel leuk. En dat je wedstrijden mag doen. Dan heb je heel veel. En het leukste dat mijn vader ook doet fietscrossen. Ik vind het leuk om zo stoer te springen en zo. En ik heb er gewoon plezier in. Ja. Wat vind je het leukste? Achterwielen springen, wedstrijden. En tegen iedereen fietsen. Heb je al veel prijzen gewonnen? Ik heb er 90 thuis. 90? 90, ja. Dat zijn al behoorlijk wat prijzen. Ja. En jullie hebben binnenkort open dag. Wat kan je er iets over vertellen? Ja, aanstaande zaterdag 12 oktober hebben we onze open dag. We willen onze baan openstellen voor mensen die het een keer leuk vinden om te komen kijken. Of wellicht ook gewoon een keer te komen proberen hoe het nou is over zo'n baan heen te rijden. Of het juist makkelijk is of juist moeilijk. Gewoon een keer om de uitdaging aan te gaan. Tevens die dag hebben wij ook twee clinics voor onze eigen leden en leden van andere clubs. Die worden dan gegeven door twee zogenoemde elite rijders die echt de wereld overgaan om overal hun wedstrijden te rijden. En om zich te proberen te kwalificeren ook voor de Olympische Spelen. Fietsklossen, het is spannend, sensatie, echt vol actie, heel erg explosief. Het is vaak maar een rondje van een tiental seconden, een 30, een 40, een 50 seconden. Waarna je, dat je, als je goed je best hebt gedaan, ook echt helemaal leeg bent. Dus echt gewoon super explosief en super leuk om te doen. En jullie kunnen dus nog leden gebruiken? Wij kunnen zeker nog leden gebruiken. Gewoon mensen die het leuk vinden om te fietsen, enthousiast van worden. En we denken ook altijd zelf dat de BMX-sport en de fietssport aan zich altijd een hele goede gelegenheid is om je fietsontwikkeling en je fietsbeheersing te verbeteren. En dat komt op alle plekken, ook in het verkeer, weer ten goede.